Het is inmiddels al een aantal maanden geleden dat mijn vriend en ik in dit appartement zijn komen wonen. En het heeft even geduurd, maar eindelijk heb ik een house tour. Ik ben echt enorm perfectionistisch, dus eigenlijk wilde ik pas wachten met een house tour filmen als alles helemaal af is. Maar niet zo lang geleden besefte ik mij dat het eigenlijk nooit 100% af is. In de loop van de tijd gaan er toch wel dingen veranderen. Mijn smaak verandert. Ook al zijn het maar kleine decoratie-elementen. Dus ik dacht, weet je, laat ik gewoon niet zo perfectionistisch zijn. En laat ik gewoon op dit moment een house tour doen. Want het is ook leuk om later op terug te kijken van hoe nu ons eerste appartementje eruit ziet. Wat mijn smaak op dit moment is. En wat voor keuzes ik op dit moment heb gemaakt. Want wellicht dat over een jaar deze woning er compleet anders uitziet. Ik heb geen idee. Dus ja, mocht je benieuwd zijn hoe ons appartementje op dit moment eruit ziet, kijk dan vooral verder. We beginnen bij de hal en dit is wat je ziet bij binnenkomst van het appartement. Aan de linkerkant zie je twee wandplanken met wat decoratie-elementen en wat lijsten. Aan de rechterkant hangt een kapstok met al onze jassen en daaronder staat onze schoenenkast met al onze schoenen of meest gedraagde schoenen. Zo kan je een beetje zien hoe dat eruit ziet. Dan hebben we ook nog een spiegel in de hal hangen en dan gaan we nu door naar de woonkamer. Dit is wat je als eerste ziet als je de deur open doet. Aan de rechterkant van de woonkamer hebben we ons woongedeelte en aan de linkerkant het eetgedeelte en de keuken. Onze keuken is meer dan prima. We hebben een kookplaat, een vaatwasser, combi-ovenmagnetron. Alles eigenlijk wat je nodig hebt. En ik laat ook een aantal van onze kastjes zien. Ik probeer zo georganiseerd mogelijk op te bergen. Het is nog niet waar ik het wil hebben, maar ja, het kan ermee door. Ik heb hier ook een kruidencarousel waar ik onwijs blij mee ben. Hier ga ik echt heel erg goed op. En ik heb nog andere opbergpotten waar onder andere rijst, pasta, brinta, havermout in zit. En dan hebben we ook nog een andere keukenkastje die ik met jullie wil delen, namelijk onze voorraadkast. Ik heb allemaal transparante opbergbakken. Het ziet er niet heel erg georganiseerd uit. Het is nog steeds wel een beetje een rommeltje, maar dit is een beetje het idee van hoe georganiseerd ik het in mijn keuken wil hebben. Dan de koelkast. Ik had stiekem gehoopt dat ik een hele gevulde koelkast kon laten zien. Alleen ik heb eigenlijk niet heel veel in huis. Alleen wat drinken en wat algemene benodigdheden. Maar ja, het is wat het is. En onder de koelkast hebben we ook nog een vriezer. Dit is misschien wel mijn favoriete hoekje van het hele huis. Namelijk de koffiecorner. Bovenin hebben we wat mokjes, glazen, andere dingen staan en natuurlijk ons koffiezetapparaat, wat siropen en natuurlijk de waterkoker. En dat staat allemaal op een kastje waarin ook nog allemaal thee en koffie en mokken en zo staan. Dan onze eethoek. Onze eettafel is van Jisk en de stoelen zijn van Quantum. Ze zitten oprecht lekker. Ik had verwacht dat rotanstoelen misschien niet heel lekker zouden zitten, maar ik ben er heel erg blij mee. Dan gaan we door naar het woongedeelte. Je ziet hier een overzicht vanuit een andere hoek. We hebben hier de bank staan, een vloerkleed, een salontafel en ook nog wat andere decoratie-elementen. Achter de bank hebben we twee schilderijen hangen, of nou ja, posters. En daaronder hebben we nog een opbergkast voor extra opbergruimte. De volgende kamer is de bijkamer en dit gebruiken we als werkkamer, opslagruimte en kleedkamer. Aan de wand hebben we twee planken hangen. De decoratie-elementen zijn nog niet definitief. Daar ben ik nog mee aan het spelen. Je ziet ook mijn fiets hier staan. Die hoort eigenlijk beneden te staan, dus die gaat snel verhuisd worden. En vanuit deze hoek zie je ook nog een aantal andere wandplanken. Want mijn vriend heeft een hele leuke hobby, namelijk het in elkaar zetten van bouwprojectjes. Dus dat kan hij hier mooi op displayen. En dan hebben we onze kledingkast. We hebben allebei een kant en de middelste kast is gewoon voor extra opbergruimte. En bovenin hebben we ook een aantal opbergbakken voor zomer/winterkleding en beddengoed. Dan onze slaapkamer. We hebben ervoor gekozen om de slaapkamer rustig te houden. Dus we hebben vrij weinig erin staan. Sowieso ons bed. En als je de hoek omgaat, zie je onder andere een
neppe boom. Ik vond het wel cute daar staan. En twee schilderijen, of nou ja, canvassen. Ons bed is een queen size volgens mij. Hij is redelijk groot, maar dat is ook wel lekker. Dit is mijn nachtkastje. Ik heb altijd een flesje water daar staan, een klokje en een... Wat hoor je dat alweer? Een nachtlampje. Een dressoir met wat decoratie. En daarin zitten nog extra spullen zoals een plaid of andere dekentjes. En ja, nu gaan we door naar de berging. Niet de meest spectaculaire kamer, maar wel iets wat heel handig is om te hebben. Want dit is de enige opslagruimte die we echt hebben voor onze spullen. Hier staat onze wasmachine en droger combinatie. En daarboven al onze wasmiddel, wasverzachter, noem het maar op. De rest van de berging laat ik niet zien. Want het is echt een troep. Maar hey, dat is wel de realiteit. We gaan door naar het toilet. Aan de binnenkant van de deur hangen een aantal Polaroids van vrienden en familieleden. En hier zie je een aantal decoratie-elementen en een superhandig opbergdoosje voor mijn maandelijkse producten. En dan onze badkamer. We hebben een douche. We hebben onze badjassen en handdoeken hangen die we recent gebruiken. Twee wasmanden, eentje voor handdoeken en eentje voor was. Dan hebben we een ladekast waar onder andere make-up, verzorgingsproducten, dagelijkse producten in zitten. Daarbovenop hebben we onze parfums. Ik heb mijn sieraden en een tissuebox, wat echt super handig is. Ik had dat voorheen nooit in de badkamer, maar dat is echt super fijn. En in de rest van de lades zitten handdoeken en zo. Nou, een leuk hoekje. Dit is de spiegel, onwijs groot. En we hebben een hele grote wasbak met twee kranen. Dus dat is wel echt een luxe. Dus super fijn. Zo, dat was dan de home tour. We zijn van plan om de aankomende periode, we weten niet exact wanneer, maar ja, we zijn gewoon van plan om nog een aantal dingetjes aan de woning aan te passen. We hebben gordijnen besteld voor de woonkamer die nog gaan komen. We willen een aantal van de muren een andere kleur verven. En voor de rest zullen er nog wel wat andere decoratie-elementen aan de woning toegevoegd worden. Maar dit is wel de huidige status. De eerste 2 maanden voelde dit niet als thuis nog, omdat alles nieuw was. Maar het was ook gewoon een kwestie van wennen. En nu, laten we zeggen, bijna een half jaar later, nog niet helemaal, maar begint het wel echt als ons plekje te voelen. En het komt uiteindelijk wel goed. Dit is ook de eerste keer geweest dat ik een heel huis heb ingericht. Want voorheen heb ik eigenlijk alleen maar een slaapkamer ingericht en af en toe wel wat hoekjes in huis. Maar dit was de eerste keer dat ik eigenlijk een blanco canvas had. Dat was heel erg spannend. Maar ik moet zeggen, voor de eerste keer is het al goed uitgepakt. Al zeg ik het zelf. Dit was dan de home tour. Wellicht heb je hier wat inspiratie van gekregen. Laat vooral hieronder een reactie achter. En mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram en TikTok. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!